laatste terp is geopend. De puzzel is compleet. Na jaren van plannen, praten, lobbyen, bouwen en heel veel hobbels op de weg, was het vrijdagmiddag dan eindelijk zover. De opening van Campus De Terp. De plek waar alle inwoners van de Wieringermeer van 0 tot 100 kunnen leren, sporten, recreëren en ontmoeten. De grote opening was eigenlijk gepland om buiten plaats te vinden, maar het herfstachtige weer stond dat helaas niet toe. Gelukkig konden de deuren van de naastgelegen Zuiderzeehal nog één keer open voor het publiek. De sloop had bij toeval namelijk enige vertraging opgelopen. In een drukke Zuiderzeehal sprak onder andere Maaike Kooi-Esselink, voorzitter van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, haar blijdschap uit over het eindelijk voltooien van dit bijzondere project. We hebben gezien ruimte voor nieuwe sportervaringen bij het freerunnen en verbeteren van een persoonlijk hardlooprecord. Ruimte voor samen gezonde hapjes, ruimte voor verwondering in de natuur met die wandelexcursies die we deden. Ruimte voor samen leren, ruimte voor verwondering. En tafeltennissen met onze Roemeense en Hongaarse, Poolse mede-inwoners. Ruimte voor nieuwe ontmoetingen. Ruimte voor een prettig moment met vrienden en bekenden in het volleybaltoernooi. Hierop gaan we doorpakken. Campus De Terp is ontstaan uit de initiatieven van inwoners en vrijwilligers. Die zelf ook verantwoordelijk waren voor de financiering van het complex. Dat maakt het voor wethouder Mary van Gent een nog specialer project. Nou zeker, 9 jaar heel hard gewerkt en dan werk je toch naar een soort climax toe. En vandaag is het dan zover, staat hij er ook. Trots op het eindresultaat? Heel trots, ja. Want ik al gezegd, ook in mijn toespraak net, 2016 kon ik echt niet geloven dat dit ooit werkelijkheid zou worden. En ja, dan 8 jaar later staat het er gewoon. Ja. En hoe? Ja, u zei zelfs van, nou, droom lekker verder. Ja, nou, dat had ik toen ook gezegd, want ze zeiden, ja, dit is een droom. Toen zei ik, nou, droom lekker verder, dit gaat echt nooit lukken. En dan zie je gewoon, vanaf 2020 ben ik voorzitter van de stuurgroep geworden, zijn we heel frequent bij elkaar gekomen. En toen ging het eigenlijk heel hard. Dit was een heel uniek project waarbij de stichting zei, wij gaan voor geld zorgen, maar dat kan alleen als de gemeente garant staat. Een van onze uitgangspunten bij de gemeente is, we staan nooit garant. Dus dan moet je de raad mee krijgen. Maar iedereen geloofde er uiteindelijk in. En dan krijg je nog heel veel hobbels zoals Bomenkap, de Vleermuis, de Huismus, de Reigerskolonie die er nu zit, waar we nu omheen moeten, wat eigenlijk niet kan, want dat is je rechte lijn. Maar het is gewoon gelukt. We heffen het glas. Proost op Campus De Terp.